Mike, ja, hoe is het een beetje? Ik denk dat je een lekkere invalbeurt hebt gehad. Ja, nou, gelukkig ben ik niet zo vaak ingevallen. Gelukkig speelde ik meestal. Maar ja, het is gewoon vervelend. Kijk, hier staat, hoe lang sta ik in het veld? 1-2 minuten valt die cornerbal binnen. Ja, maar een minuut later ligt hij volgens mij nog een keer in het netje. Dus ja, dat is gewoon echt, echt zuur. En ja, dat is gewoon vervelend. Hoe kan het? Was het gebrek aan focus? Een organisatie die nog even niet goed staat? Nee, ja, ik moet nog terugzien. Moet ik zeggen, die tweede is in een counter. Ik moet zeggen dat die man geeft hem goed snel voor. Ik denk als hij hem daarna nog een keer meeneemt, dan ben je er gewoon bij, zeg maar. Alleen ja, hij geeft hem goed vrij voor. En ja, voor de goal, ik weet niet wat er precies gebeurt. Alleen ja, hij schiet hem binnen. En ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Bij die 1-0 die van Heerenveen valt, vreet je jezelf dan op de bank? Hoe bedoel je? In de zin van? Ja, het is natuurlijk een communicatiefout tussen verdediging en keeper. Ik kan me voorstellen dat het een jeukt als verdediger, dat je denkt, ach, had ik hem maar ingestaan. Ja, nee, maar tuurlijk. Kijk, ik wil spelen. En dat lijkt me duidelijk. Alleen, dat wil iedereen. En natuurlijk is het voor mij op dit moment een ratsituatie. Alleen, dat klinkt heel cliché, maar kijk, het gaat niet om mij, het gaat om Groningen. En we staan er gewoon heel slecht voor. En dit is gewoon pijnlijk. En ja, met je dan op de bank, dat wil ik gewoon dat wij... Daar gun je dit niemand, zeg maar. Het hele team niet. En ja, dat is gewoon kloten. En kijk, zo zit ik ook niet in elkaar. Ik wil winnen met Groningen. En natuurlijk het liefst dat ik ook in het veld sta en dan blijken ben. Dat wil elke speler. Alleen het is niet zo dat ik dan op de bank zit en denk van, oh mooi. Dat je natuurlijk jeukt het en wil je dat zelf anders misschien doen. Alleen, weet je, die jongens hebben voor de rest prima gedaan. Dus ja, weet je, dat gebeurt. Het is mij wel eens overkomen. En, alleen helaas wel een situatie waar we zitten is gewoon kloot dat het nu gebeurt. Ja, hoe heb jij de afgelopen weken beleefd? Eigenlijk sinds de komst van de nieuwe trainer of de vorige assistent zit je op de bank. Ja, hoe heb je het allemaal ervaren? Ja, natuurlijk is dat vervelend. En, dat is natuurlijk is ook gewoon een klap. Ik wil eerlijk in zijn. En, dat doet pijn. Alleen, ja, weet je, terecht zelfs was geschorst, heeft tijd met prima ingevuld. Tegen Spakenburg was natuurlijk geen goede wedstrijd. Daarna wordt de keuze gemaakt om tijd op te stellen. Ja, dat is de keuze van de trainer. Nogmaals, dat doet zeer. En, natuurlijk wil ik ook spelen en ben ik het niet mee eens. Alleen, begrijp je de keuzes ook? Nee, want ik wil voetballen. En, ik denk nogmaals dat ik ook daar wat aan kan toevoegen. Ook zeker in de verdediging en in de duels. En, alleen nogmaals, het is een keuze van de trainer, die moet je accepteren. En, ja, het enige wat ik kan doen is hard werken en zorgen dat ik terugkom in het team. En, dat is wat ik moet doen, dat is wat ik ga doen. En, ben ik er wel van overtuigd dat ik er nog hard nodig kan zijn. Ik kan me ook voorstellen, de markt is nog even open. Je zit nu op de bank dat je denkt van ja, ik wil gewoon voetballen. Ik ga hier niet nog een half jaar zo zitten. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Natuurlijk wil je voetballen, dat wil iedereen. En, alleen nogmaals, als er wat is, dan zal ik vast van mijn zaak weer nemen hoor. Nu focus ik me op Groningen en dat is mijn job. Dat wil ik ook doen. En, ik moet zorgen dat ik terugkom in het elftal en probeer de jongens goed mogelijk te helpen om en bij de wedstrijden, als ik niet speel en op de training gewoon gas geven en laten zien dat je beter bent. En, dat is nu aan mij. Wat ik ook zei, gelukkig heb ik niet zo vaak meegemaakt in mijn carrière, of eigenlijk nooit, op derby na. En, het is wel even pijnlijk. Alleen, ik moet zorgen dat ik het om ga draaien. Ja, dat is een hele mooie instelling. Je hebt zelf ook geen vertrekwens dan? Nee. Ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk wat jaren meegelopen bij Groningen. Ik denk, ja, op dat halve seizoen bij Danny Buijs na zit je misschien wel dieptepunt in je Groningen carrière. Individueel, maar ook als club zijn. Ja, wat moet er gebeuren om hieruit te komen? Ja, wij moeten gewoon de koppen bij elkaar houden. En, het is heel moeilijk. En, ik heb met Herkens ook een keer meegemaakt. Kijk, en met Danny Buijs ook wat direct gaan spelen. En dat is geen schande. Wij moeten gewoon bewust zijn van de manier in de situatie waarin we zitten. En het hoeft niet altijd mooi. Het gaat om de punten. En, weet je, mooi voetbal komt weer als je 50 punten hebt of 40 punten. Wij moeten nu zorgen dat we hier snel mogelijk wegkomen. Dat is de situatie. Het moet realistisch zijn. En, die realiteit is pijnlijk, dat even voorop stellen. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club, hè? Ook voor de fans. En, ja, ik snap dat dat pijn doet, alleen we kunnen alleen maar keihard werken om het om te draaien. Daar heb ik wel vertrouwen dat het gaat gebeuren en dat is het beginnen donderdag tegen Cambuur. Ja, want hoe kijk je als ervaren trainer nu naar de kleedkamer? Wat is de sfeer in de groep? Ervaren speler, sorry. Ja. Toekomstmuziek. Ja, nee. Natuurlijk is het lastig en je hebt veel jonge jongens. Ik moet de jongens goed mogelijk helpen en dat is ook mijn ding. En normaal als je speelt, kijk, in het begin ben je teleurgesteld als je niet speelt. Alleen, het wordt ook van mij verwacht dat ik de jongens probeer te helpen. En, Tijmen is een heel groot talent en heeft het prima gedaan. En ik zal hem ook proberen te helpen waar nodig. En dat is nu hoe het is. En ja, nogmaals, natuurlijk wil ik spelen en dan ga ik alles doen om dat weer te bewerkstelligen. En,
Dan gaan we zien of dat lukt. Ja, als die 5-3-2 vastgehouden wordt, heb je in ieder geval een extra plekje waarvoor je kan spelen. Ja, dat klopt. Ja, goed gezien. Succes, man. Ja, dankjewel.